zitten lekker aan het ontbijt. We hebben weer Marokkaanse thee en yoghurt en fruitbrood. Kijk, leuk theepotje. Pannenkoekjes. Van alles voor erbij. En croissantjes. Looking good. Goedemorgen vanuit onze mooie Riyadh dagtent. We staan nu lekker op het terras en de zon begint al te schijnen. We hebben net ontbeten en we gaan zo meteen heel eventjes naar het nieuwe gedeelte van de stad. En daar zijn een heleboel winkeltjes. Je hebt daar ook gewoon Zara en dat soort winkels. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En dan gaan we daarna nog naar Riyadh B. Daar gaan we lekker lunchen. En dat is ook super mooi. Daar ben ik de vorige keer ook geweest toen ik in Marrakesh was. Dus dat ga ik zeker allemaal aan jullie laten zien. We zijn klaar met de foto's maken bij onze Riyadh. En nu zitten we weer in de taxi en zijn we onderweg naar Carré Eden, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Maar daar gaan we shoppen. We gaan nog even kijken. Het schijnt dus een heel nieuw gedeelte te zijn met winkels zoals Zara en H&M. Echt heel raar vind ik, omdat het allemaal best wel, gewoon die Medina is allemaal best wel arm en oud en klein. En ja, dat je dan ook gewoon dit soort winkels er hebt, dat had ik niet verwacht. Dus ik ben benieuwd wat ons te wachten staat. Ja, het was volgens mij best wel kort. Oh, dan is wel heel kort. Oh ja, is wel fijn. Lekker kort taxiretje. Nou, we zijn in een shoppingcenter en ze hebben hier gewoon allemaal bekende winkels. Even fijn. Kijk, zelfs gewoon in H&M. En even kijken of ze hier een beetje hetzelfde hebben. Misschien wel hele andere dingetjes. Lekker panter. Die is ook leuk, die roze kleur. En ze hebben hier wel heel ander soort dingetjes. Heel veel van die slippertjes. En dit is ook heel schattig. En hieronder ook hele leuke schoentjes. Ik kan even een rondje maken. We lopen hier nu op dit plein. En hier heb je echt verschillende soorten winkels. Stradivarius zijn we net ook binnen geweest. Daar heb je McDonald's. Oh, ja, er lopen hier echt veel zwerfkatten en poezen. Oh ja. Oh. We zijn nu bij Riyadh B. Ja, ik vind het dan toch best wel leuk uitzien eigenlijk op mijn... Zo, maar er zit er wel op een puntje van mijn neus. En we gaan hier lekker lunchen. Zometeen krijgen we vooraf verschillende soorten gerechtjes. En dan heeft Sas kip besteld en ik beef. En de kat mag je ook. Oh ja, en de kat mag ik ook heel even filmen. Kijk, die komt gezellig bij ons. Wow, is echt snoes. Hij komt gezellig bij ons zitten. We eten hier in dit schattige, leuke plekje. En het ziet er echt super goed uit. We hebben verschillende soorten salades. We hebben weer deze pastries. Die vinden we echt heel erg lekker. Lijkt een beetje op lumpia's. Dit ziet er ook nog heel lekker uit. Olijfjes, brood. Ik ga lekker beginnen met dit lekkere dingetje. Je ziet niet van de buitenkant wat erin zit. Mag ik net zeggen. Het is altijd nog een verrassing wat erin zit. Want er kan iets van groente in zitten. Vlees niet echt, of wel? Ja, jawel. Heb je ook al gehad? Heb ook een keer gehad. Of kaas, vinden we heel lekker. Of kaneel. Was het. Kaneel vind ik ook heel lekker, vind jij minder. Dat is de volgende ronde, ons hoofdgerechtje. Ik heb beef met... Hey poesje, wil je ook eten? Ik heb beef met gedroogd fruit, dadels en abrikozen. En Sas heeft kip met olijfjes. Ik heb nog een theetje na en Sas heeft gewoon een cappuccino. Zoals dat hebben ze hier. Doe maar luxe. Lieke is druk bezig met haar stories alles bijwerken. Dat is even bijwerken. Heel druk voor op de trip moet ze toch nog hard werken. Ik maak het ook ik maak het van dichtbij mee. Dus het gaat niet over rozen. Ik heb me heel eventjes een klein beetje omgekleed. Ik probeer hard te praten, want de muziek staat heel hard. Maar ik heb heel even dit leuke rokje aangedaan van Josh V. I like it. En ook dit leuke blouseje. En we stonden hier dus net foto's te maken bij de cactus. En Sas die moest zo lachen en die doet zo cactus in haar hoofd. Of ja, die stekels. Nu zijn ze gelukkig uitgehaald, maar het is niet zo heel erg fijn. Nu gaan we naar beneden, naar het zwembad. En ga ik het even aan jullie laten zien. Maar het is zo heerlijk in de sunshine. Echt lovely. Kijk, en zo ziet het er hier dan uit. Je hebt echt allemaal hele gezellige zitplekjes. En ik ga jullie al een sneak peek geven van Riyadh. Kijk, heel erg mooi daar. Hier heb ik dus net geluncht. En dan loop ik al even naar het andere stukje. Ja, je kunt hier gewoon allemaal chillen. Hier kun je ook shisha en zo doen. En lekker in de zon zitten. Echt heel mooi.
zijn nu bij het zwembadje, maar het water is echt super koud. Ik heb mijn badpak aangetrokken. Deze is echt heel erg leuk met ruffeltjes van Naked Fashion. Ook echt een mooi kleurtje. En we wilden net eens heel even wat foto's maken in het water, maar het was gewoon echt bibberen. Niet echt om te zwemmen. Mijn benen zijn helemaal koud. Ik heb hem heel even afgedroogd. En we gaan zo meteen weer naar boven, want daar schijnt de zon. En daar kunnen we lekker zonnen, zeg maar. En hier zit dan ook zo'n ding op het dak, dat hier niks naar binnen schijnt. Maar het is hier wel heel mooi, kijk. We gaan hier nu weg. We hebben hier nog lekker lang gechilled vandaag. Doei doei, mooie Riad. Ziet er echt super schattig uit met al die kaarsjes. Sowieso heel mooi hier. Nu gaan we lekker een leuk restaurantje zoeken om te dineren. We zitten nu bij Nomad. Daar moesten we eigenlijk uiteraard gewoon een keertje heen gaan. Want als je door de Medina loopt, dan staat het ook echt overal aangegeven. En ik had ook al bij andere bloggers voorbij zien komen dat ze daar waren gaan eten. Je hebt hier echt heel erg mooi uitzicht over de stad. En het is helemaal versierd met leuke lampjes. Dus we hebben net al een burger besteld. En we gaan hier zo lekker eten. Kijk, het ziet er echt gezellig uit met al die lampjes. Dan heb je daar nog zo'n pleintje. Kijk, uitzicht over de stad. We hebben allebei lekker een burger besteld. Het ziet er heel goed uit. Heel lekker. Met een salade en aardappeltjes. Smakelijk. En dit zijn onze toetjes. Ik heb een bolletje vanille-ijs en een bolletje chocolade-ijs. En Sas heeft een chocoladecake. Die ziet er echt heel erg lekker uit. We zijn weer terug bij onze Riad. En we hebben heel erg lekker gegeten. Lekker toetje ook nog gehad. En ik ga jullie alvast wel trusten zeggen. We zijn nu een beetje onze spullen aan het inpakken. Koffertje aan het inpakken. En dan zie ik jullie morgen als we weer terug gaan naar Eindhoven. Hier is het zonnig, maar in Eindhoven gaat het morgen blijkbaar heel erg sneeuw. Dus dat vinden wij een heel klein beetje spannend. Of het dan wel allemaal goed gaat met vliegen. Maar we hebben alle vertrouwen. Goedemorgen. Het is vandaag... Ik moet altijd zo erg nadenken trouwens over de dagen. Het is vandaag woensdag. Ik heb het altijd als ik op vakantie ben. Het is woensdag en het is alweer tijd om naar huis te gaan. Dus we zijn best wel vroeg opgestaan. 7:30. Maar het is nog super donker. Dus het lijkt nog vroeger. Dat was lastig om uit bed te komen. En we krijgen nog heel even snel een ontbijtje. En dan gaan we snel naar de taxi en naar het vliegveld. En terug naar Eindhoven. En we hebben weer lekker vers fruit. Eigenlijk is het ontbijt hier elke keer hetzelfde. Gewoon prima. Lekker vers gebestje drankje. Koffietje van Sas. Komen we de dag weer door. De ochtend dan. Nou, daar lopen we dan weer met onze koffertjes richting het mooie vliegveld. Echt een super mooi vliegveld, zeiden wij net nog. Heel leuk met die cactussen en daarachter ook nog palmbomen. We gaan even oversteken. De vorige keer was hier dus al echt een super lange rij voordat we naar binnen konden. Maar nu valt het mee. Je kunt dus wel niet zomaar naar binnen lopen. Je moet eerst nog heel even door de taxipoortjes. Dus dat gaan we even doen. Nou, daar horen ook minder leuke dingen bij deze reis. Want we hebben hier Madame Wiemans. Met een kreupel beentje. Oh, dat is heel zielig. Dat is echt even een ongeluk gebeurd. Ze wilde de roltrap op en er was een vrouw en die durfde niet alleen. Dus die pakte Lieke zo vast zonder iets te zeggen. En toen vielen ze allebei achterover. En nu moeten we naar het ziekenhuis. En ja, onze vlucht gaat over 1:30. Dus die kunnen we niet meer redden. Dus ja, het wordt weer een verrassende dag voor ons. Eerste keer van mij in een ambulance. Echt niet fijn. Ik moest ook echt op zo'n brancard. Ja, ik heb echt wel heel veel pijn aan mijn been. Het doet ook steeds meer pijn. Sas zei ook al, op het begin merk je dat niet echt. Want dan zit je echt in die shock van, ik ben gevallen. En toen keek ik heel even. Maar Sas zei, je moet niet kijken, want ik kan er helemaal niet tegen. Dus dat vind ik wel een beetje eng allemaal. En ook dat ik dadelijk gehecht moet worden. Daar ben ik heel bang voor. Maar ik heb niet echt een keuze, zeg maar. Dus ja, eerst dacht ik nog van, ik moet mijn vlucht halen. En ik moet hier weg. Maar ja, ze zeiden wel dat het per se nu gehecht moet worden. Dus dat gaan we dan maar doen. We geven ons over. We geven ons over. En hopelijk kunnen we, als het goed is, gaat er vanavond nog een andere vlucht. Dus ik hoop wel echt dat we die gewoon kunnen halen. Ik ga er eigenlijk wel van uit. Want ja, als je gewoon zoiets hebt, wil je ook gewoon meteen naar huis. Sowieso. Ik wilde gewoon lekker naar huis. Nou, maar ik bedoel, nu al helemaal. Als ik er nou nog een nacht zou moeten blijven, zou ik het wel echt helemaal niet fijn vinden. Dit is mijn beentje. Ziet er echt niet al te best uit. Maar ja, nu zit er nog gelukkig een verbandje hoor. Anders dan zou ik er niet tegen kunnen. Dus ik ben heel erg bang voor het hechten. Maar we zien het zo wel. Denken jullie even mee aan mij? We zijn een paar uur later. Gefixt.
Oh ja. En krukken? Nou lijkt het alsof het allemaal heel soepeltjes ging. Maar ja, nou het was een bevalling. Eigenlijk niet echt. En nu is ook nog de farmacie dicht. Hè? Vooral als, voor de siesta. Ik denk altijd dat mijn leven in en al zonneschijn is. Is normaal ook wel, maar... Nu even niet. Deze dingen gebeuren ook. En nog sjouwen met die koffers. Ja, vooral jij, want ik heb die krukken. En hopen dus dat we nog naar huis kunnen vandaag. Ja, duimen dat we nog naar huis kunnen. Maar het is wel mooi weer. Als ik dan nog iets positiefs mag zeggen. Hi lieverds, het is vandaag alweer een paar weken na het ongeluk. Het is 16 februari, 15 februari. Ik ben de dagen helemaal kwijt. Ik ben ook nog niet echt gaan werken, want ik heb best nog wel even een tijdje thuis moeten zitten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het ongeluk ook wel meer impact heeft gehad dan ik dacht. Jullie hebben mij natuurlijk net heel eventjes op de beelden gezien. Ik ben naar het ziekenhuis in Marrakesh gemoeten. Daar ben ik gehecht. Er is ook nog wat weggesneden omdat er straatvuil in zat. En voor degenen die mij niet kennen, het ziekenhuis is echt mijn allergrootste angst. Zoals iedereen wel ergens bang voor is, ben ik dat voor het ziekenhuis. En dan onverwachts en in een ander land. Ja, ik vond het allemaal heel erg heftig. Ze praten daar sowieso Frans. Niet echt heel erg goed Engels. Dus ja, ik wist ook niet echt wat er ging gebeuren. Sas die kon gelukkig wel Frans, dus die kon het een en ander wel met de dokter bespreken. Maar misschien was het maar goed ook dat ik op dat moment niet wist wat er allemaal aan het gebeuren was. Want dan was ik helemaal bang geworden. Ik was sowieso op de beelden, ik had ze net teruggekeken, vond ik mij best nog wel chill overkomen. Maar in het ziekenhuis was ik echt super erg aan het huilen. Ik was helemaal in paniek. Ik heb me denk ik nog nooit zo in paniek gevoeld dat je iets niet wil. Want ik dacht, nee, ik wil niet gewoon daar geholpen worden. Het moest natuurlijk wel, maar ik was gewoon zo bang. Die onmacht en die angst, die heb ik echt nog nooit gevoeld. En ik weet, er zijn natuurlijk nog veel ergere dingen. Maar ja, ik vond dit best wel heftig. Toen zijn we op het vliegveld nog een vliegticket moeten gaan regelen. En ook dit verliep niet helemaal vlekkeloos. Want we kwamen op het vliegveld aan en ik kon gewoon niet lopen. Ik kon niet op die voet staan, dus ik had wel krukken meegekregen. Dus ik een beetje lopen met die krukken. Maar dat is echt best wel zwaar. Zwaarder dan ik had verwacht. Dus ik was echt na een paar stappen dan weer buiten adem. Dus wij vroegen op het vliegveld een rolstoel. En toen zeiden ze, nou je krijgt geen rolstoel, alleen als je een vliegticket hebt. En toen zeiden wij, ja, we hadden al een vliegticket. Nee, je moet eerst een nieuw vliegticket halen, dan krijg je een rolstoel. En we hadden ook nog zo'n groot koffer. En die was ingecheckt, dus Sas moest die eerst nog gaan halen. Echt super veel gedoe. En ja, ik wilde natuurlijk ook mee, maar dat vliegveld in Marrakesh is echt super groot. En ik kon echt niet zo ver lopen. Dus toen hadden wij zo'n karretje gepakt waar je die koffers normaal opzet. Ons grote koffer daarop gelegd. Twee kleine koffertjes zo daarnaast. En ik op dat grote koffer zitten met die twee kleine koffertjes daarnaast. Echt, hoe hebben we het gedaan? Het was volgens mij echt een gezicht. Maar ja, toen gingen we maar naar Ryanair. Dat was nog de enige vlucht die die dag ging. We wilden ook echt per se die dag naar huis. Zeker als er zoiets was gebeurd dan wil je gewoon naar huis. Oh, ik vergeet trouwens helemaal iets te vertellen. Niet heel boeiend. Maar we moesten ook nog tussendoor naar de apotheek. Die was nog dicht. Dus het was allemaal echt een gestres. We hadden ook geen geld meer. Want we hadden ons geld opgemaakt. Dus we moesten weer nieuw geld pinnen. En toen hebben we denk ik wel echt 2 uur erover gedaan om een vliegticket te boeken bij Ryanair. Ze hielpen echt helemaal niet mee. En ik weet het, het is een low budget airline. Al kost het vliegticket alsnog €250 per persoon. Maar dat even terzijde. Dan mag je misschien niet zoveel service verwachten. Maar echt zo onaardig. Die man zei ook, ja jij kan je been niet bewegen. Dan moet je 2 vliegtickets kopen voor jou alleen. Dus €500. Ja, echt zo stom. En ja, wij dachten, oh, we boeken het wel even via onze telefoon. Maar dat internet was super slecht en liep allemaal vast. En ja, toen hebben we daar echt nog 2 uur moeten wachten. Dus het was nog heel erg spannend of we ook nog wel thuis zouden kunnen komen. Gelukkig is dat gelukt. We zijn geland op Wezen en daar in Düsseldorf. En daar hebben papa en Dennis ons opgehaald. En wat was ik blij om thuis te zijn. En in het vliegtuig ook, ik kon mijn been gewoon niet krom, zou ik maar zeggen. Het voelde echt als zo'n stok. Ik kon de hele tijd alleen maar zo lang laten. Dus toen mocht Sascha gelukkig naast mij zitten. En die man daarnaast had een ander plekje gekregen. Zodat ik mijn been de hele vlucht zo schuin kon doen. En ook in de auto van Düsseldorf naar ons nog. Heb ik op de achterbank gezeten. Met mijn been recht.
Dus dat was een hele tocht. En toen ik thuis kwam had ik echt super veel pijn. Maar ik was gewoon heel erg blij om thuis te zijn. Lekker bij Dennis. Lekker in mijn eigen bedje. En dan ja, weet je toch, want het komt wel allemaal weer goed. In een ander land is dat toch wel spannend. Volgende dag meteen naar het ziekenhuis gegaan. Daar alles gecontroleerd. Alles zag er goed uit. Maar ik had nog koorts. Dus ik moest wel heel erg in de gaten houden dat ik geen koorts bleef houden. Want anders kon er ontstekingen ontstaan. En ja, toen ben ik eigenlijk nog 2 weken of zo thuis geweest. Ik was super misselijk de hele tijd. Ik had heel veel pijn. Heel veel pijnstillers gepakt. En je voelt je dan ook echt in één keer... Ja, je kan in één keer niks meer. Ik kon niet lopen. Dus dat was echt heel erg vervelend. Douchen en zo. En ook de trap op en af. Ja, dan maar op je billen, zeg maar. Maar dat is zo raar. Gezondheid is eigenlijk ja, vaak zo vanzelfsprekend. En als je dan in één keer iets niet meer kan, dan sta je er wel heel even bij stil van... Ja, ik ben dadelijk heel erg blij als ik weer helemaal opgeknapt ben. Volgende week ga ik gewoon weer proberen te werken. Ik voel me nu al een stuk beter. Ik heb me ook weer opgemaakt, want... Dus ik kreeg ook de vraag van vlog je in die periode. Nou, ik zag er niet uit al die dagen. Ik moest echt ook heel veel huilen. Het is toch een soort, ja, trauma vind ik een heel groot woord. Maar ik kreeg wel de hele tijd in mijn droom die beelden weer naar boven van het ziekenhuis. Van die paniek, van dat ik gevallen was. Dat moment van dat ik van de roltrap afviel. Ja, ik heb nog niet tegen jullie verteld hoe dat precies ging. Maar er was dus een vrouw. En die stond bij de roltrap en het leek, zij deed een beetje zo van, ja, kom maar voor, dacht ik. Maar ik denk dat ze gewoon niet alleen de roltrap op durfde. Ze pakte mij in één keer zo bij mijn arm. Ze viel en ze trok mij helemaal mee. En ze had haar andere hand ook niet vast aan de roltrap. Dus daardoor, ja, ving ik het hele, de hele val op. En het was best wel een zware vrouw, dus ze trok me echt een flink stuk mee. En mijn been zag er dan ook niet al te best uit. Echt een super diepe snee. Ik keek heel even naar. Toen werd ik meteen niet goed. Ik moest bijna overgeven. Ik viel bijna flauw. En toen keek Sasha daarna. En toen zei ze, kijk maar niet meer. Want ze kent mij heel goed. En ze wist dat ik daar niet tegen kon. Nu ziet het er al een heel stuk beter uit. Als jullie benieuwd zijn, wil ik het best laten zien. Als je denkt, doe maar even niet voor mij. Dan kijk je nu even niet. Kijk, dit is de wond nu. De hechtingen zijn er al uitgehaald bij de dokter. En alles is netjes aan het genezen. Ja, eigenlijk zijn dit gewoon strepen van de roltrap. En dan nog even mijn andere been. Dit ziet er eigenlijk niet zo erg uit. Bijna alle korsten zijn er al af aan het gaan. Dit geneest sowieso wel mooi. En dit deed ook niet super veel pijn. Ja, dit deed gewoon vooral heel erg veel pijn. Nu gaat het wel weer dus. Ja, ik wilde jullie toch heel eventjes een update geven voordat ik deze vlog ging afsluiten. En heb je nou nog vragen? Stel ze zeker in de comments. Ik ben niet meer scherp. Yes. Nou, bij deze wil ik de vlog afsluiten. Ik ben alweer veel te lang aan het kletsen, maar ja. Ik wilde het toch heel even aan jullie vertellen. Vond je deze vlog leuk? Doe dan heel even je duimpje omhoog. Ja, leuk. Niet heel erg leuk natuurlijk wat er was gebeurd, maar ja, ik hoop dat jullie dat toch kunnen waarderen. Dat ik dat dan ook met jullie deel. Vergeet je niet te abonneren. Dikke kus. Zie ik jullie de volgende keer weer.